Je ziet hier zometeen de ervaringen van cursisten die de compacte cursus abstracte fotografie hebben doorlopen. Ze leerden een prachtige methode waarin ze in 9 stappen leerden hoe je verrassende abstracte foto's kunt maken. We zijn toe aan de evaluatie. En ze geven antwoord op de vraag, wat heeft de cursus jou gebracht? Ik zie overal wel snel iets abstracts in en ik vind het juist leuk dat als ik ergens mee bezig ben, je misschien dan min of meer wel iets bedenkt, maar juist, en dat vind ik het mooie aan het abstracte, dat het je zo kan verrassen dat het toch nog heel anders uit kan pakken. En dat geeft dan ook die fijne energie, dat je denkt, wow, dat dit dan weer ontstaat of zo. Dus je kunt jezelf ook zo fijn verrassen daarmee, vind ik. Dus ja, voor mij prima. En ik vind en zie het eigenlijk overal wel. Voor mij is het ook zo, als ik op pad ga, bijvoorbeeld naar het bos, en ik ga dan even zitten. Ja, als je inderdaad even de tijd neemt en rustig bent. Ik begin het nu ook steeds meer te zien, ook in huis. Nou, ik vond het vooral leuk om te zien hoeveel variatie je kan hebben in abstracte foto's. Dus dat de een hele andere dingen ziet dan de ander. Mm-hmm. En wat ik vooral meeneem is dat ik gewoon mezelf wel de ruimte mag gunnen om iets minder braaf te zijn. Dus gewoon iets meer dingen uit te proberen en te bekijken. En de braafheid er een beetje afhalen, zeg maar. Helemaal goed, leuk. En inspirerend vind ik het om te zien wat voor ontwerpen anderen hebben gekozen. Bijvoorbeeld als ik ga wandelen van, zou ik nou iets tegen gaan komen? Of weet je wel, dat je, ja, vindt ook wel een beetje de sport. Ik vind het heel leerzaam. Ja, en ik heb genoten van alle foto's inderdaad van de anderen, dus heel mooi. Ja, er staat veel moois bij, hè? Ja, heel leuk. Ja. Ik vind het fijn om zo heel makkelijk snel even daarmee bezig te zijn. Dat kan kort en dat kan lang. En dat is allemaal goed. En het is leuk en ontspannen. Dat vind ik er vooral leuk aan. Wat ik meeneem is dat net een andere uitsnede inderdaad. Soms haal jij net een randje eraf of zo. En denk, ja, dan is je wel veel beter. Met het kantelen, dat die foto echt totaal anders wordt. En dat ik het zelf eigenlijk zo helemaal niet had bekeken. Dus heel verrassend vond ik het. Ik vind de bespreking dan voor mij is dat dan een verdieping. Omdat je het thematisch organiseert. Eigenlijk door deze cursus, zeg maar, continu eigenlijk zoveel kijken. Dus het is een beetje verslavend. Wil jij ook leren hoe je prachtige abstracte foto's kunt maken? Doe dan mee met de eerstvolgende cursus Compact met Contact. In een kleine groep met maximaal 8 personen, in 9 weken tijd, leer je een methode om verrassende abstracte foto's te maken. Ook met een smartphone of een compactcamera. Je krijgt 9 instructievideo's met daarbij horende praktijkopdrachten en een eindopdracht. Je kunt je foto's uploaden en je krijgt feedback op al je opdrachten. En er zijn 3 Zoom-bijeenkomsten met mij en je medecursisten. Dit biedt je een stok achter de deur, inspiratie en stimulans bij het doorlopen van je cursus. Meer informatie en je inschrijven kan op onze website academievoorabstractefotografie.nl. Ik hoop je te zien. Ja.